Ja, jullie krijgen allemaal een ijsje. Ik weet dat ik niet zoveel geld heb. Oh, mensen, welkom bij deze DC Special. En vandaag gaan we lekker door het park heen, want het is druk hier. Ik ben met een hoop mensen hier. En zelfs, ik ben zelfs met deze piraten Donald. Waar is die heen? Is die weggevlogen? Waar? Oh, en kapitein Haak. Kapitein Haak, welkom. Ik weet het, kapitein Haak. Uw gebied is nog niet helemaal open, maar we zijn nu dus bij de Wonderworld. Een van de oudste attracties van Disneyland. Arr, daar is die weer, deze piraat. En deze jongen, die heet Ben Boy. En die heeft, leuk om te weten misschien, die heeft die skin helemaal zelf gemaakt, speciaal voor Disneycraft. En achterop zijn eendenpakje, kunnen we het laten zien? Mogen we het laten zien? Mogen we niet achter je kijken? Nee, we mogen niet achter hem kijken, maar daar staat DC op. Misschien zie je het snel. Hij vliegt door het dol heen. En hier hebben we ook een hele lieve leeuw. Hè? Mit. Het is Mit. En Mit. Ik vraag je, Mit. Als ik allemaal vraag, wat vind jij de mooiste attractie van Disneycraft? Heb je geen mondje? Ik ga kijken, heeft hij een mondje? Hij heeft geen mondje, de leeuw. Ik had gehoopt, Mit, dat je kon antwoorden op die vraag. Hallo, Lisa. Hallo. Hallo. Waar ben je? Oh, waar sta je? Waar sta je? Even kijken hoor. Ik sta aan de Space Mountain. Mit, wat vind jij een goede attractie? Oh, hij weet... Space Mountain. De Space Mountain. Oh, nou, zullen we daar naartoe gaan dan? Want ja, is goed. Toevallig vandaag, het is natuurlijk, wanneer je deze video kijkt, weet ik niet. Maar toevallig heb ik vandaag samen met Leroy dit gedeelte aangepast. En hij is dicht, helaas. Ik kan nog niet naar binnen. Ik moet wachten tot hij open is. En dan kunnen... Oh, en Robin is hier ook. Robin, niet getreurd. Hallo. We kunnen ook een hamburgertje halen. Kom. Ja. Want ik zie daar een heerlijke hamburgertent met spikkeltjes en sesamzaadjes. Jammer dit. Jammer dit. Jongen. Ja, ik... Oh, lekker. Misschien hier deze taart. Maar... Ik hou niet zo van vis. Ja, jij bent natuurlijk een beertje met taartjes natuurlijk, dat weet ik. Maar ik ben niet in de snoepstand nu. Nee, een visje. Volgens mij is de Space Mountain... Is die open? Nee, de Space Mountain is nog niet open. Dat is jammer. Ik had gehoopt dat die open ging. Misschien moeten we... Wat moeten we doen? Kenny, jij hebt een visje. Die heeft wel een vis gekocht. Die heeft een visje. Oh, lekker. Is hij lekker, Kenny? Ja, hè, dacht ik al. En Kenny, weet jij wat over deze attractie? Is deze in onderhoud? Ik weet het niet. Oké, ga jij dat regelen dan? Is dat goed? Oké. Kenny gaat het regelen? Ja, oké. Prima, hij vliegt weg. Om de raket langs heen. De raket. Ja, langs die raket. Ook helemaal nieuw. En ik ben benieuwd of Kenny ervoor kan zorgen dat wij in de Space Mountain kunnen. Dat zou mooi zijn. Hij is nog steeds gesloten. We gaan... Oh, open! Ja! Oké, rennen! Hij is open. Komen er een hoop mensen met me mee? Ja, kijk eens. En watch daar. Oh nee, dat is Squirrel. Toch, Squirrel? Dat is die Pokémon. Ja. En even kijken. Wat is er, Robin? Wat is hij? Oh, nee, die Squirrel. Nee, oh, je keek zo verbaasd. Oh ja, jij dacht van een Squirrel in één keer. En we lopen hier door de Space Mountain. Lopen helemaal onder de baan door eigenlijk. En hier komen we dan. Kenny, bedankt hoor, lieve beer. Hè? Ik dacht jullie altijd honing aten. Kan ik erin, denk jullie? Maki. Maki. Wat is er de Maki in? Hallo! Oh, dat was Lisa. Lisa zit nog steeds erin. Oh, ik word eruit geteleporteerd. Oh, kan ik er nog in? Ja. Ik ga er snel in. Zo. Oh. Kijk, Kimberly komt achter mij zitten. Die heeft ook zo'n roze krant om de hoofd. Zie je dat? Ik denk van het is een zweepband, maar het is eigenlijk gewoon een roze struikje. Oh, jij zit er net achter, Robin. Ja. Ik zie het net. En Jens zit daar weer achter. En raad eens wie de voor me zit. Ja, het is Mit, hè. Het is die leeuw. Ah. Ja. En Stefan. Jongens, hallo, daar ben ik weer. Stefan zit er natuurlijk ook bij. De burgemeester van Dukstad. Ja, nee, zeker weten. De burgemeester moet natuurlijk wel het karretje besturen. Ja, jongens, rechts hoe die gaat. Ja, ik moet hier even remmen. Wacht even. Hier gaan we hier even remmen voor het uitzicht. Zo. Ja, maar ja, jij ziet nu helemaal niks, hè, Robin? Nee, maar ik wel. Oké, nou, lekker gierig weer. Jammer dit. En, er zitten allemaal mensen hier om me heen. Doei, jongens. Wee! De vernieuwde Space Mountain. Ja, vernieuwde Space Mountain. Zeker. Leroy heeft deze baan helemaal gemaakt. Opnieuw. Vernieuwd. Ja, jongens. We gaan die hard. Ja, gaat zeker hard, burgemeester. Zo, en we zitten nog steeds in de Space Mountain. En inderdaad, goed gezien, burgemeester. Oh, en vuurwerk hier zo. Bam! Kijk eens wat een mooi effect, joh. Helemaal blauw ook. Het wordt weer helemaal donker hier. En we reizen door de tijd. Langs de planeten, langs de sterren en het heelal. Een klein beetje Buzz Lightyear gevoel heb ik wel hier, hè? Vind je niet? Ja. Wat gaat die hard? Ja, zeker. Ik merk het inderdaad. En hier zijn we bijna bij het einde van de attractie.
Ik denk dat we hier wat zeg je? Op naar de sterren. Ja, zo kijk voorbij. Dan. Mooi als vuurwerk. En hier krijgen we een beetje dat dizzy gevoel. Een beetje die misselijkheidsgraad, nummer 1. Wauw. Oh, en nou zijn we aangekomen bij het einde van het station. Bedankt, burgemeester. Fijn dat u weer joinde vandaag bij deze attractie. Hoe vond jij het, Mit? Vond je het leuk? Geweldige rit. Geweldige rit. Nou, en kijk eens, daar staat een Maki te gluren. Zien jullie dit ook? Maki. Zo niet, spoel de video terug. Nee hoor, we kunnen hier de Maki zien. Kijk eens. Hier staat hij hoor. Met een gele contactlenzen. Nou mensen, tot de volgende video. En dan gaan we weer even lekker in de attractie. Dag dames en heren, tot de volgende keer. Doei doei.